Dirk-Jan Epping, goedemorgen. Goedemorgen, Harry. Lijsttrekker voor het Forum. Ja. En ja, je was ooit Europarlementariër en je was de rechterhand van Bolkestein, nou, van de VVD. Toen was je ook lid van de VVD. Mm-hmm. En hoe leg dat dus uit waarom je waar die koerswijziging? Ja, dat is gebeurd op 1 april vorig jaar. En het was geen grap. En toen heb ik het lidmaatschap van de VVD opgezegd. Omdat ik met het klimaatbeleid en energietransitie zag aankomen dat het helemaal verkeerd zou gaan. En binnen de VVD kon je daar ook niet over praten. Niemand wilde daar een tegengeluid horen. Dus er werd er gewoon doorgedrukt. Toen had ik geen andere keuze dan te zeggen, ja, ik stop ermee. Ik was lid van de VVD van Bolkestein. Dat heb ik altijd zeer gesteund. En die bestaat niet meer. Nu is het zo dat de VVD zit in de zak van GroenLinks. En dat zie je ook op de cover van Elsevier. Ja. Het schoothondje van Klaver. Ja, het is eigenlijk wel een beetje zo. En ik denk dat er veel VVD'ers zijn die dat ook vinden. En dat vind je ook terug in opiniepeiling, bij verkiezingen enzovoort. En Forum is daarvoor een alternatief. Want wij zijn tegen dat onbetaalbare klimaatbeleid. Nou is het zo dat, zeg maar, Europa, hè, kijkers willen graag weten, met name de mensen die vorige bestemd hebben, hoe staan jullie er nou in? Gaan we er nou in? Of gaan we eruit? Of hoe zie je dat nou? Nou, het is heel eenvoudig. In ons verkiezingsprogramma, daar staat in dat wij een bindend referendum willen over het lidmaatschap van de Europese Unie. Nu, wanneer dat referendum komt, dat weten wij natuurlijk niet. Want het referendum is net afgeschaft door D66. Ook willen wij natuurlijk kijken hoe loopt de Brexit af. We weten eigenlijk niet, volgende week zijn de Britten er nog bij of niet? Hoe gaat dat verder lopen? Daar zijn veel lessen van te leren. En die motie was erop gericht, die motie in de Tweede Kamer, om meteen aan te kondigen, we gaan eruit. We zeggen nee, wij hebben daarvoor een referendum nodig. Dat is een dermate belangrijke beslissing dat de bevolking die moet nemen en niet een regering. Dus dat is ons standpunt. Het is een referendum daarover. Nou, daar kunnen de mensen voorstemmen of tegenstemmen. Dat moet iedereen zelf weten. Maar dat is op termijn. Wat wij onmiddellijk moeten doen in het Europees Parlement, onmiddellijk na de verkiezing, is aan de noodrem gaan hangen. Want er komt het ene besluit naar het andere besluit dat erg nadelig is voor Nederland. Er is te veel macht naar Brussel gevloeid en die macht moet terugvloeien naar de lidstaten, naar de natiestaten. Denk bijvoorbeeld aan de export van de WW. Een bizarre regel onder de kop van een sociaal Europa gaat Nederland eigenlijk een heel deel van de sociale zekerheid van Polen betalen. En dat soort dingen moet je niet hebben. Pulsvissers in één keer afgeschaft. Men doet maar wat men wil. Er moet een tegenkracht komen. En die moeten we onmiddellijk opbouwen in het Europees Parlement. En daarvoor is een sterke, eurokritische oppositie nodig. En daar willen wij deel van zijn. En we zijn al bezig om die coalities te vormen. En welke coalitie moet je dan al denken? Nou, je hebt een coalitie van de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers. Dat kan ook een grote fractie worden. We hebben een voorakkoord gesloten. En wij willen dus dat de macht teruggaat naar de natiestaten. En het is ook een echte fundamentele oppositie, omdat we het niet eens zijn met wat we nu zien, de vorming van een Europese staat. Vooral de Franse president Macron is er erg voor. Hij zegt, de Britten eruit en wij Fransen willen een Europese Unie die eruit gaat zien als een staat met een Europese regering, Europese belastingen, een Europees leger, enzovoort, enzovoort. Daar zijn wij tegen. Wij willen een Europa van de natiestaten en niet een EU-staat waar alle macht in Brussel ligt. Voor de mensen dat nou verkeerd begrijpen, je hebt het over natiestaten, maar je bedoelt NATIS. NATIE. Ja. Nee, want anders zou het een andere betekenis krijgen. En dat zou voor nation states. Ja, nation states. Dat Engelse woord is beter waarschijnlijk. En zeg maar, Macron, ja, Italië, wij gaan dat natuurlijk straks financieren met z'n allen. Ja, nou, dat is ook een probleem. Wat Macron ook wil, is eigenlijk de eurozone ombouwen tot een transferunie waar het geld van noord naar zuid gaat. Italië glijdt in een recessie. Het gaat steeds slechter met Italië. Frankrijk gaat dezelfde kant op. Zij willen eigenlijk dat in de Europese Unie, in de eurozone, dat daar gemeenschappelijk schulden worden gemaakt. Die dan moeten gegarandeerd worden door Nederland en Duitsland. En dat betekent de facto dat Nederland en Duitsland een pinautomaat worden voor Italië en voor Frankrijk.
Dat ziet hij als oplossing van de Franse problemen. Maar ik denk dat de Franse problemen door de Fransen zelf moeten worden opgelost. Zij moeten zelf hun maatschappij hervormen. Want kijk eens naar die gele hesjes. Elk weekend is het raak en het blijft maar voortduren. Er is dus veel onrust in Frankrijk van mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. En die tekortkomen en Macron heeft er weinig oog voor. Hij is vrij arrogant, hij is vrij pedant. En hij wuift dat weg en stuurt gewoon de ordepolitie, de ordentroepen op die mensen af. Dus dat is een slechte zaak. En ik moet zeggen, wij willen geen Europese Unie waarin Nederland een pinautomaat is en de code ligt in Rome en Parijs. De Brexit, hè? Want ja, ik blijf erbij dat mijn voorspelling uitkomt dat ze een nieuw referendum gaan maken, dat ze er alsnog in blijven. Het is moeilijk te voorspellen natuurlijk, want er zijn al zoveel wendingen geweest in het hele verhaal. Maar we hebben nu 12 april. Ze zullen een verlenging vragen. Dan is de vraag hoeveel verlenging krijgen zij. Als die verlenging duurt tot 30 juni, zouden ze nog net weg kunnen voor de Europese verkiezingen. Maar het is ook mogelijk dat ze toch gaan meedoen aan de Europese verkiezingen en dat het een langere verlenging wordt van een jaar of misschien nog langer. En dan blijven ze zo'n beetje inzitten, zo half in, half uit. Dus dat wordt een vreemde constructie en niemand weet wat er nu gaat gebeuren. Het is wel zo, moet ik zeggen, dat natuurlijk de Britten hebben niet erg handig gemanoeuvreerd in deze hele zaak. Maar bij de Europese Unie is het zo, ze hebben het de Britten zo moeilijk mogelijk gemaakt. Want ze willen niet dat een land de Europese Unie verlaat. En zeker niet een netto betalend land, want die moet betalen. En ze hebben dus de Britten gebruikt als een soort van prügelknabe, een whipping boy. Als voorbeeld en als afschrikking voor andere landen om weg te gaan. Want de filosofie van de Europese Unie is een ever closer unie. Dat betekent, alles wordt steeds verder op elkaar gedrukt. En mijn vrees is dat het op een gegeven moment dan op elkaar spat. En dat is iets waar dit eigenlijk een model in is geworden. Een rol, een spel van de Europese Unie om de Britten vast te zetten, klem te zetten en onder druk te zetten. Nou, zo'n Rutte die zie je steeds narger worden in Nederland. En, ja. En hij heeft enorme lol op de foto's die ze gaan maken bij Europa. Wat is nou zo'n positie en hoe loopt het nou met hem af? Kijk, alles wat de VVD nu doet is ten dienste van de Europese ambitie van premier Rutte. Hij wil naar Europa, hij heeft die koerswijziging met het groene beleid ingezet, al tijdig. Werd een Europese bekeerling en ligt goed bij de Duitse bondskanselier en bij Macron. Die heeft hij nodig. Natuurlijk, de prijs die wij met het onbetaalbare klimaatbeleid betalen is enorm. Dat is wel een erg hoge prijs voor een baan in Brussel. En natuurlijk moet je je ook afvragen, moet hij niet meer duidelijkheid verschaffen? Hij moet volgens mij voor de Europese verkiezingen zeggen of hij beschikbaar is voor een hoge functie in Brussel of niet. En niet erna. Want na de Europese verkiezingen komt er een Europese top en dan worden al die banen verdeeld. En dan zit hij daartussen en dan kan de Europese president worden of voorzitter van de Europese Commissie. Al die dingen die zijn mogelijk. Dan gaat het in één keer heel snel en die duidelijkheid moet hij verschaffen voor de Europese verkiezingen. Premier Rutte, wat gaat u doen? Is het ja of is het nee? Oké, nou heb je ervaring daar in Europa. Wordt het al achter de schermen al niet, is het al niet bekokstoofd? Maar nog niet, want eigenlijk is het startpunt de uitslag van de Europese verkiezingen. En er valt wat te kiezen nu, omdat we een echte oppositie in het Europese parlement willen opbouwen. En dat heeft nooit bestaan. Het Europese parlement was altijd een applausmachine. Wij willen dat veranderen. Dus er is nu ook een keuze voor een ander Europa. En de regeringsleiders zijn een beetje bang dat die Europese beweging van protest en verzet zoveel teweeg brengt dat er andere verhoudingen komen in het Europese parlement. Ja, wij willen dat natuurlijk. Wij zijn daarvoor. En daarom wachten ze nog even. En ze hopen dat het niet erg wordt. Maar wij zullen alles aan doen om het speelveld te veranderen. Want die kans is er nu. Oké, en je hebt bedacht dat ook mensen in het buitenland kunnen stemmen. En die moeten dat wat eerder doen. En daar heb je een filmpje over gemaakt. Laten we even kijken. Forum voor Democratie komt op voor Nederland in Europa. Wij willen minder macht in Brussel, meer macht terug naar Nederland. Op 23 mei zijn Europese verkiezingen. Woont u in het buitenland, dan kunt u ook stemmen. Maar dan moet u zich registreren voor 12 april. Op www.stemmenvanuithetbuitenland.nl. U kunt dus stemmen. Doe het. Registreer u voor 12 april.
Stem Forum voor Democratie. Nou, Dirk-Jan, dat hebben we mooi gezegd zo. Ja, kort en krachtig. Kort en krachtig. Zo kan het niet misgaan natuurlijk. Oké, en ik wens je veel succes en het Forum uiteraard ook. Bedankt zover.